Weet je, nou, dank je. Ik hou nogal van ordinaire dingen. Ja, wie niet, maar ik geef het ook toe. Ik kom graag in kroegjes waar de mensen eigenlijk niet helemaal deugen, weet je wel. Echt van die kroegjes waar s'nachts iedereen zwaar getatoeëerd staat te zuipen, zou ik maar zeggen. En waar dan opeens zo'n man zegt van, godverdomme, mijn wijf ziet er niet meer uit. Nou, die mannen zijn hier niet, maar die bestaan wel, hoor. Nee, maar die bestaan echt. Maar weet je dat je tegenwoordig je vrouw kan laten restaureren, weet je dan? Nee, je kan tegenwoordig je mokken laten opkalevateren, echt waar. Ja, maar niet in een stiekem steegje op de Wallen of op een beautyfarm, met nadruk op farm. Nee, je kan tegenwoordig je vrouw laten restaureren op de Nederlandse televisie. Je hebt een kanaal, dat noemen wij thuis het debiele kanaal. En dat is gewoon RTL, maar dat maakt niet uit. Hallo? Daarop is een programma, en dat programma dat kent u niet, want het is altijd 's morgens, dan bent u of aan het studeren of u bent hard aan het werk. Dat programma dat heet Koffietijd, en dat kent u niet, dat kent u niet. En als je het wel kent, doe of je het niet kent, want ik grijp je. Echt waar, gewoon. Kijk me aan van, man, waar heb je het over? Weet je nou? En dat is een programma dat heet Koffietijd. En er is een ongelofelijke theemutsenbijeenkomst, echt waar. Het wordt gepresenteerd door een zekere Hans van Willigenburg. Is een man die elke ochtend om 10 uur uit de tostijzers springt. Die. En hij doet dat samen met een zekere Mireille. Doet mij altijd denken aan een Turk met een rijwijs. Mireille, ja hoor, jongen. Weet je nou? Nee, maar luister. En in dat programma zit een onderdeel en dat heet metamorfose. En dan kan je gewoon je wijf laten opkalevateren, daar komt het op neer. Dus dan bel je die verwilligebeurs en je, godverdomme Hans, mijn wijf ziet er niet meer uit. Nou, en dan stuurt hij een of andere melkertnicht op een snorfiets en zo moet je het ongeveer zien. Jawel. En die komt dan tegen de winterschilderspremie je wijf plamuren. Daar komt het eigenlijk op neer. En dan komt er nog een modehomo mee en die rukt die gereformeerde aardappelzak eraf. Nou, dat is het. Jawel. En als het klaar is, dan moet de familie enthousiast binnenkomen en dat wordt een paar keer gerepeteerd. Laat ik het zo zeggen. Weet je wel, dan zie je vaak zo'n lul van een echtgenoot erbij staan van, oh ja, oh, nou pas het niet meer bij de gordijnen, weet je wat dan? Ja, maar dat is ook niet erg, want daar hebben ze ook weer een programma voor. Dan kan je Jan de Bouvry bellen, kent u die? Leg ik ook uit. Jan de Bouvry, dat is net zo'n klein opneukertje als ik, die heeft alleen zo'n propeller voor, nooit gezien? Dat je denkt, oh god, hij kan elk moment opstijgen richting Joegoslavië, weet je echt niet? Nee, Jan de Bouvry, die kan echt als verrassing kan hij bij je thuis komen. Nou, als dat geen verrassing is, dan weet ik niet meer. Jan de Bouvry met zo'n klein kutpotloodje in je kamer. Van. En dan komt hij zo binnen op die, oh, wat een zwakzinnige inrichting, nooit gezien. We gaan wat aan de kleuren doen, zegt Jan. We gaan wat aan de kleuren doen. En een nieuwe inrichting hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Woont zelf in een pand wat je vanaf de oprijlaan zonder kompas niet kan vinden. Maar het hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Zeg altijd, laat ook je fantasie het werk eens doen. Zet eens een plant op een plek waar niemand hem verwacht. Je zou toch raar opkijken als je opeens in de hortensia zit te scheiden, of ligt het dan aan? Ik heb laatst gedroomd dat Jan de Bouvry mijn huis had opgeknapt. Als verrassing kwam ik thuis, stond hij daar. Tada! Ik heb 3 minuten om het allemaal terug te zetten. Anders gaan we even lekker met jouw kleuren aan de gang, ja? Nee, maar wat ik alleen maar zeggen wil. We zaten dus gisteravond met die hele oude vriendenclub zaten we aan tafel. En je kent elkaar allemaal goed en het gaat dus helemaal nergens over. Het gaat nergens over. Er zegt echt op een gegeven moment zo'n afgestudeerd mokkel tegen mij. Wat doe jij met je bonuskaart? Ik dacht eerst, ik versta het niet goed, man. Wat doe jij met je bonuskaart? Als het gevroren heeft, dan wil ik mijn vooruit nog wel eens mee krabben. Ja, klote vraag, kut antwoord, zeg ik altijd maar. Dat weet ik veel. Nee, maar echt vreselijk. Ga maar door. Ja, maar ook als je die gesprekken dan volgt, zitten allemaal die rijke mensen en die prikken dan een vorkje met elkaar, zo heet dat dan. Dan hebben ze allemaal van die onderwerpen, of wij Kosovo ook zo erg vonden. Ja, wat zwamen ze onder de indruk van die beelden, van die ezelwagentjes en die mensen die trekken dan door de sneeuw. En je zei, ja, ik wist helemaal niet dat je daar zo lang kon skiën, zeg maar. Ja, want dat was het belangrijkste onderwerp. Ze hadden ze winterspurt gehad afgelopen januari, maar dat was niet meegevallen. Ze hadden zoveel sneeuw. Ik denk, hebben ze godverdomme een keer sneeuw, is dat niet. Ja, maar deze sneeuw was niet allemaal uit de lucht komen vallen. Er was er eentje in Frankrijk geweest, zei nog, is het trouwens le of lawine? Weet je, dat geneugd. Ja, maar echt, het gaat maar door, joh. Ja, maar wat ik ook zo erg vind, is ze praten ook gewoon de hele avond maar door. En ze praten maar door. Kijk, ik heb ook wel eens af en toe even 5 minuten niks te zeggen, maar hou er gewoon even 5 minuten je bek dicht.
Nee, maar deze praten maar door, praat maar door. De lucht moet trillen, anders is het niet gezellig. Ik zit dus naast die Marian en die zegt er zomaar opeens uit het niets. Onze Jasper heeft zo'n watervrees. Dan denk ik, nou, het zal me toch jeuken. Ik weet niet eens wie het is. Ja, het zal wel zo'n kleine teringpeuter zijn, maar het zal me toch jeuken. Ik zeg, wie is dat? De goudvis? Nou ja, dat is niet leuk. Goudvis met watervrees, dat is niet leuk. Dan moet je een bebouwde kom kopen. Nee, maar het gaat me door, joh. Het gaat me door. Op een gegeven moment begon ze over de man. De man was zo lekker rustig geworden. Nou, ik ken die man. Dat is zo'n saaie zeikert, jongen. Echt zo'n windjack met Donald Duck sokken, weet je wel, zo een. Maar dat weet je, hè, dat er gewoon volwassen mannen zijn die met sokken aanlopen met Woody de Woodpecker erop. Echt waar. Nee, die bestaan echt, maar goed. Maar haar man ook, het is zo'n zeikert, weet je wel. Het enige risico wat hij ooit in zijn leven heeft genomen, hij is een keer naar de Flora geweest. Ja? Maar toen wist hij het niet, hoor. Anders was hij niet overdekt naar een bos tulpen gaan staan kijken. Nee, maar goed, dat soort dingen, weet je wel. Ja, het is gewoon, ik zeg, maar, je man die kan toch helemaal niet meer rustig, hè? Ja, maar vroeger wou die van alles, hij wil helemaal niks meer. Heerlijk. Ik zeg, heerlijk, dat is toch een belediging? Je bent toch een man die wat wil, een man die thuis komt, die je beet pakt, op het aanrecht legt en een wereld wit met je maakt. Dat ding is toch niet alleen gemaakt om een uitje op te snijden? Ik bedoel, we hebben het over. Of roep jij onder het neuken, hallo, hij is niet op armbooghoogte. Ik bedoel, we hebben het over.